Ik werk aan het project Dynamisch Afprijzen. We vinden het zonde om voedsel weg te gooien en dat proberen we zoveel mogelijk te verminderen. Zo hebben we een bestelsysteem die ervoor zorgt dat alle producten die langs de kassa gaan automatisch weer worden aangeleverd. Producten die desondanks overblijven gaan bijvoorbeeld naar de voedselbank. Vandaag zetten we een nieuwe stap met dynamisch afprijzen, waarbij we automatisch korting geven aan producten met een korte houdbaarheid. Bij dynamisch afprijzen maken we gebruik van een algoritme die de optimale afprijzing berekent. Daarbij houden we rekening met meerdere factoren, zoals de voorraad in de winkel, de verkoopprognose, maar ook andere factoren zoals het weer spelen mee. Hoe korter de houdbaarheid, hoe hoger de korting. En dat kan elk moment veranderen in de winkel. De klant zal twee prijzen te zien krijgen. De reguliere prijs en de prijs met de korting. De korting wordt automatisch verrekend bij de kassa, net als nu met de 35% sticker. Wij denken dat dynamische afprijzing een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverspilling. Zo zorgen we ervoor dat producten met een kortere houdbaarheid verkocht worden en klanten krijgen korting. Het doel van de proef is om te kijken of de techniek werkt en hoe de klanten het ervaren. En als de uitkomst van de proef positief is, gaan we kijken of we dit naar meerdere winkels kunnen uitrollen. Om zo steeds minder weg te gooien.